Dag allemaal, we lezen verder in boek 21, paragraaf 4 van de Ab Urbe Condita van Livius over Hannibal. Hij werd net aangekondigd eigenlijk als iemand die heel erg goed zowel kon gehoorzamen aan een leider, als wel iemand die goed kon leiden. Hè? Want hij was op 23-jarige leeftijd was hij onderbevelhebber van de ruiterij van het leger van de Carthagers in Spanje geworden. En daar gaat hij nog even op verder. Itaque haud facilibus cerneres utrum imperatorian exercitui carior esset. Dus of daarom zou je niet makkelijk of helemaal niet makkelijk kunnen onderscheiden. Discernere is onderscheiden hier in de conjunctivus van het imperfectum. Dat herken je aan re en de s aan het einde is voor jij. Dus zou jij kunnen onderscheiden, dat maakt het een irrealis. Dat vertaal je met zou. Utrum an betekent dan of, dus of. En hier zit hij in, dus laat ik even naar voren. Of hij. En dan staat hier een dativus van de imperator, dus aan de imperator, aan de bevelhebber. In dit geval was dat zijn zwager Hasdrubal. Aan de bevelhebber of aan het leger. Dit is de dativus van Exercitus, dat is van de vierde groep, naar Ui. Aan het leger geliefder was. Carior is natuurlijk comparatievus van carus, geliefd. En esset is ook weer een conjunctivus imperfectum, dus weer het hele werkwoord. Eigenlijk net als hier zo, met een uitgang erachter geplakt. Alleen hier is je niet vanwege de irrealis, maar omdat het een indirecte vraag is. Het is een vraag, utrum an enzovoort, het is een vraag geworden. Maar er staat geen vraagteken achter, want het is afhankelijk gemaakt van dat discerneres. En dan is het verplicht een cognitieve zin in het Latijn, maar wij vertalen het dus gewoon als was. Dus daarom zou je niet makkelijk kunnen onderscheiden of die aan het bevelhebber of aan het leger geliefder was. Geliefder aan het bevelhebber of geliefder bij het leger. Dus hij was een hele goede gehoorzamer, als het ware. Voor de bevelhebber, hij was ook een hele goede leider voor het leger, maar met name voor de ruiterij. Dat wordt nog eventjes uitgewerkt. Nequas drubal alium quemquam praeficere male ubiquit fort ter exterime agendum esset, neque milites alio duca plus confidere aut audere. Dan krijg je hier twee zinnen met daarin een infectivus historicus, hier aangeduid als een IH. Dat weer mag je eerder ook gezien, hè? Bij Credere bijvoorbeeld in regel 3, dat mocht je vertalen gewoon als een persoonsvorm. Dus Hasdrubal wilde liever, mag je als persoonsvorm vertalen, dus malen wat je het liever willen. Neque, dus en niet, of nog. Nog wilde Hasdrubal liever alium quemquam. Quemquam komt van quisquam, dat betekent gewoon iemand. En hier alium betekent anders, iemand ander, dus een ander iemand, oftewel iemand anders. Praeficere, aan het hoofd stellen, dus als leider aanstellen, als leider of onderbevelhebber als het ware aanstellen. Ubi, ja, betekent normaal gesproken waar, maar hier is het gewoon wanneer. Wanneer, quid, hier is een korte vorm voor aliquid, en dat betekent iets. Wanneer er iets, fortiter, op een dappere wijze, een bijwoord van fortis, ac en strenue, dat is een bijwoord van strenuus, dat betekent energiek of vastberaden. Dus wanneer er, voel ik even zelf aan, iets op dappere wijze en op vastberaden wijze gedaan moest worden. En kijk, wat is dit voor vormpje? Agendum, die komt weer van agere. De ND wijst weer op een gerundum of gerundivum. Hier is het een combinatie met essen. En bovendien is het onzijdig, wat quid ook is, aliquid. Dus het is een gerundivum. Hier met essen samen is dan gerundivum van verplichting. Vertaling je met ja, letterlijk te doen was. Agere bedenkt hier doen. Maar je mag het ook vertalen met gedaan moest worden. Dit is natuurlijk was. Dat is een verplichte conjunctivus, omdat het in een bijzin staat, die weer afhankelijk is van de andere zin. Dus Hasdrubal wilde niet liever iemand anders aanstellen, en niemand liever aanstellen als onderbevelhebber, praeficere, wanneer iets op dappere en energieke wijze gedaan moest worden, of te doen was. Dus hij was een hele geliefd bij Hasdrubal, de leider, de superbevelhebber, de imperator. Neque, en ook niet, de soldaten, hier dan weer twee infinitieve historici, vertalen als persoonsvorm, confidere betekent zelfvertrouwen hebben, dus, en ook niet, hadden de soldaten plus meer zelfvertrouwen, of, oud is of, auderen,
durven betekent dat. Hè? Audire is horen en audere is durven. Plus mag je er weer bij rekenen. Of durfden ze meer? Alio duce. Nou, een alio hebben we hier ook al gezien. Dat is ander, is met een andere. Duce komt van dux. En dat is leider, met een andere leider. Onder een andere leider. Ja, je kan het ook als ablatief absolutus zien. Dan mag je er een bijzinnetje van maken. Hè? Wanneer iemand anders leider was. Of zo, een beetje vrijer vertaald. Maar het is eigenlijk gewoon een ablatief. Die je ook gewoon met onder of met of zo kan vertalen. Dus zowel Hasdrubal, die wil hem graag aanstellen als onderbevelhebber. Als dat de soldaten heel erg dol op hem waren. En meer durfden en dergelijke. Meer zelfvertrouwen hadden als hij hen leidde. Dus hij kon ook heel goed leiding geven. Nou, dat is hierbij een soort van drie keer gezegd. Hè, dat in deze twee zinnen, dit stukje en in dit stukje en het zinnetje aan het eind van het vorige filmpje. Dus daarmee herhaalt hij zichzelf natuurlijk. En dat is, dat is ook vaak stilistisch gebeurd om iets te benadrukken. Bijna, het is geen tricolon eigenlijk, maar het is wel een herhaling. Stijltechnisch heb ik hier niks over te zeggen. We gaan nog heel even deze laatste twee regels doen. Dat is eigenlijk in het begin van een nieuw stukje, namelijk waar het gaat over meer deugden van Hannibal en zijn karakter en zijn vaardigheden, etc. Plurimum audaciae ad pericula capacenda, plurimum consilii inter ipsa pericula erat. Ja, letterlijk plurimum betekent heel veel. Je hebt multus, veel, plus, meer en plurimus, heel veel. Hier in het onzijdig, gewoon heel veel van iets. Van wat dan? Staat in de genitivus audaciae. Dat is dapperheid, moed. Audax ben je, dan ben je iemand die heel erg veel kunt auderen, durven. Dus dat woord zijn verwante woorden. Audacia, durfachtigheid, ofwel moed. Zeer veel van moed, oftewel zeer veel moed. Die genitivus mag je met van vertalen, maar je kan het van ook weglaten. Ad pericola capescenda. Daar kom ik zo even op terug, maar eerst, we missen een beetje een werkwoord in het eerste gedeelte. Capescenda is een gerundivum, maar dat is niet echt een werkwoord. Erat moeten we dan bijnemen. Dus er was, misschien beter gezegd, voor hem zeer veel moed. En dat kunnen we dan weer vrijer vertalen. Hè? Dat is het soort, dat voor hem vul ik even aan. Dat staat er niet, maar dat moet je aanvullen. Maar dat is eigenlijk een dativus van bezit, dativus possessivus. Dus vertaald met gewoon, hij had zeer veel moed. Dat vertaal je dus gewoon met hij had. Ad pericula capescenda. Nou, pericula capere, of capessere nog beter zeg, is gevaren op zich nemen, gevaren ondernemen, gevaarlijke ondernemingen ondernemen, op zich nemen, et cetera. Het is een soort intensieve versie van capere. En dan hier in een gerundivum vormpje, want het eindigt op A, dan kan het alleen maar gerundivum zijn, want gerundium eindigt alleen maar op I-O of oem. En dan hoort het samen met pericola achter ad. En ad met een gerundium of gerundivum, heb ik al eerder gezegd in een vorige filmpje, betekent altijd om te. Of in ieder geval kan ik zeggen bij het. Dus hij had zeer veel moed om gevaren te ondernemen, even vrij vertaald, of bij het ondernemen, bij het op zich nemen van gevaarlijke ondernemingen. Zoiets dergelijks is er bedoeld. En dan doet hij nog een keer een dergelijke zin. Hij had, doen we nog een keer, plurimum concilii, zeer veel. En concilium betekent hier niet plan of zo, maar betekent hier inzicht of vindingrijkheid. Dus hij had zeer veel inzicht, had zeer veel vindingrijkheid. Inter ipsa pericola. Ja, tussen, beter gezegd, te midden van die gevaren ipsa zelf. Dat noemen we aan het eind, Nederlands even aan het eind. Te midden van die gevaren zelf was hij heel vastberaden en kalm en zo, waardoor hij heel vindingrijk kon zijn om de problemen die daar dan op rezen te baas te worden. Dus hij was heel dapper en hij was heel slim. Daar kan je natuurlijk qua stijl meteen wat over zeggen. Dat weglaten van dat voor zich, hè, dat sibi is dat in het Latijn, dat is een ellips. Je kunt ook zeggen, ja, Erat had ook aan het eerste deeltje ook moeten staan, dat is ook een ellips. Hij schrijft hier vrij kort. Bovendien missen we hier bij de komma natuurlijk een verbindingswoord, dus zoals en of zo. Dus dat is ook een verkorte schrijfwijze. In dit geval noemen we dat een asyndeton, een niet-verbondenheid. En bovendien zien we hier plurimum en dan audacia en hier weer plurimum concilii. Met name dat plurimum is natuurlijk een ana voor. Het is niet echt een onwijs groot parallelisme of zo, want het gaat een beetje anders verder.
met name die anafoor van Plurimum, die versterkt het. Hij had heel veel dapperheid, hij had heel veel inzicht. En dan het laatste gedeelte van deze video. Nullo labore, aut corpus fatigari, aut animus vinci poterat. Nulla labore is allebei een ablativus. Dus door geen enkele inspanning. Labor zegt inspanning, moeite, ellende. Zo zelfs een beetje. Laten we inspanning gebruiken. Door geen enkele inspanning. Dan halen we poterat even naar voren. Want dat werkwoord in het Nederlands altijd op de grammaticale tweede plaats staan. In dit geval is dat na nulla labore. Con. Dat is het imperfectum gewoon van kunnen. Geen pluskwamperfectum, dat is potuerat. Dus door geen enkele inspanning kon ofwel zijn lichaam fatigari, let op, dat is een infinitief passief, dus vermoeid worden of afgemat worden. Vermoeid raken mag je ook voor mijn part vertalen. Ofwel kon, door geen enkele inspanning kon, ofwel ook, zijn animus, zijn geest, of misschien betekent het wel moed, vinci. En dat is ook weer een infinitief passief, en zoals deze, maar dan van het werkwoord vincurre. En dan wordt die wat korter, omdat het zo'n medeklinkerstam is. Dan krijg je niet vincuri, maar gewoon vinci. En dat betekent overwonnen worden. Kon zijn geest overwonnen worden, kon zijn moed gebroken worden. Dan wordt het een beetje vrijer vertaald, maar dat is niet wat er staat. Dus geen enkele inspanning kon zijn lichaam of zijn geest breken, is mijn interpretatie hiervan. Overdrijft hier misschien een beetje onze Livius, want natuurlijk was er wel een mogelijkheid om hem te breken. Bij ieder mens is dat ergens wel een punt, als je maar hard genoeg duwt, zou ik dat maar zeggen. Dus we kunnen dit een hyperbol noemen, een overdrijving, hyperbol. En bovendien zie je het heel duidelijk, als je goed kijkt natuurlijk, oud corpus fatigari, oud animus vinci, dat is zeker dezelfde manier opgebouwd, dat is echt een duidelijk parallelisme. Ook weer hier gebruikt om de boel te versterken. We kunnen interpreteren als volgt, namelijk dat hij hier Hannibal enorm ophemelt en daar allemaal goede dingen over zegt om te laten zien wat voor een enorme gevaarlijk vijand dit was om het te hebben als Romeinen. En dat de Romeinen die later dan toch verslagen hebben, en veel boeken later van Livius, is dat een extra grote, zou ik zeggen, overwinning voor de Romein. Goed, tot zover. Ik zou zeggen tot het volgende filmpje. Dag, dag.